Dames en heren, welkom hier in Libreyes Atelier in Zwolle. Ik hoop dat jullie een hele leuke middag hebben. Dit is een andere manier van een prijs ontvangen als dat we eigenlijk gewoon zijn. Maar ik hoop dat jullie het na afloop zeggen van dit hadden we niet willen missen. Maar dat zou natuurlijk het meest geweldige zijn. We gaan per blok aan de slag. We maken per blok het hele menu voor ons eigen blok. En wil ik dadelijk even beginnen met het menu hierbij eens laten zien aan het blok. Nou, ze zijn heel blij dat we er vandaag zijn. Ze zijn lekker aan het knutselen met de dames. Ze zijn een heerlijk tuutje aan het maken met foliodeeg. Nou, het leuke is, we zijn weer met eten en drinken bezig. Dus dat is voor ons eigenlijk dagelijks bezigheden. Maar ja, je leert er heel erg van. Kijk, wat je hier ziet is dat je vanaf de basis opbouwt tot uiteindelijk het eindproduct. En ja, met de broodjes zien we ons vaak dat de broodjes die bakken de bakker en wij doen er zelf nog iets op. Dus het is leuk om het van het begin tot het eind hier een keertje te doen. En ik denk dat het ook heel lekker gaat worden. Nou, wat ik heel erg leuk vind aan deze dag is dat we uitgenodigd zijn in zo'n mooie keuken als hier. En dat wij met onze doelgroep lekker anders de wedstrijd gewonnen hebben. En op deze manier ook mee kunnen doen in een proces waar we normaal gesproken nooit komen. Nou, zoals je ziet, het loopt als een trein. Ik had eigenlijk niet anders verwacht. Het is ook allemaal horeca mensen. En die werken al gestructureerd en praktisch. Dus ik hoef wel weinig te doen. Het loopt als een op holletjes. Ja, heb je zin in hoor. Echt trek, kom. Zeg even dat je de trekker hebt. Ik heb een trekker? Nou, dat bedoel ik. En jij? Ja, ik zie. Drie keer koken in schoon water. En dan de vierde keer met een beetje suikerwater. Dat is een beetje lekker. Nou, we zijn hier in ons Libreyes kookatelier. Vandaag hebben we alle winnaars bijeen. Die natuurlijk in op de horeca de prijzen hebben gewonnen. En daar zijn we hartstikke blij mee. Ze zijn al lekker bezig geweest met een mooi menu gekookt. We zijn nu aan het dessert toe. En het gaat ontzettend goed. En dit is de kookschool van ons bedrijf. En daar gebeuren meer van dit soort dingen. Waar 24 mensen in één keer les kunnen krijgen. Volgens de manier zoals wij denken. Dus het is niet zoals de Libreye kookt, maar het is zoals wij door de jaren heen een stijl ontwikkeld hebben. Wij van Bedrijfschap Horeca en Catering hebben de kostprijscalculator. Daarnaast bestaat Richard. Richard, wat doe je met de kostprijscalculator? Nou, het is een hele mooie basis om ons broodjes uiteindelijk helemaal uit te werken. En ik moet zeggen, hij is heel professioneel is hier geworden. Heel uitgebreid ook. We kunnen dus zien, je kan erin kwijt welke leverancier het doet. Dus voor ons heel handig natuurlijk om te weten. En wat je ziet, de kostprijs, de kilo of per stuk,
En uiteindelijk rolt daar iets uit. Hetzelfde als met, we weten vaak wel wat we ervoor willen vragen, maar wat is de kostprijs? Dat is heel belangrijk en het berekent iets zelf. Oké, en kost het je veel tijd om het in te vullen? Nee, het kost me eigenlijk niet. Je hebt bepaalde basisdingen nodig. Eigenlijk als je de pakbon hebt of de factuur van de leverancier, je neemt gewoon het bedrag over en dan rekent het uit. En het leuke is ook die link die er is met het voedingscentrum, dat je ook de calorieën erbij kan zoeken. Dus ja, op zich is het een heel mooi verhaal. En ik moet zeggen, ik gebruik hem ook stiekem. Ik heb ook heel wat leerlingen bij ons werken. En die krijgen wel eens een opdracht van nou, maak een mooie salade of maak iets een broodje. Dus dat is een praktijkopdracht. En wij gebruiken altijd die lijsten. Die zijn zo ideaal en ja, zo mooi kun je hem zelf niet maken. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, dat is goed om te horen. Oké, dankjewel. Graag.